In de voetbalkantine gaan Peter Heerschop en Figo Waas op zoek naar de kroonjuwelen van het Nederlandse amateurvoetbal. Zijn we? Wil je niet hier op de middenstip begraven worden? Ja, dan ben je nog aan de kool graven, hè? Ik ben aan mijn 54e competitie bezig. Ja? Ja, echt wel. Ik ben er als kind opgegaan en in Noord-Afrika. Ja, wie kent Cor niet, hè? Cor is het boegbeeld van IVV. Hoe lang zit je bij deze club? Nou, met zit ik in de jaren 55. Een wekelijkse speurtocht naar de unieke karakters van elke voetbalclub. Hoe staat het? Weet je het eigenlijk niet. Kijk, het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Het is 3-1. 3-1? Ja. En die doelpunten die vielen heel makkelijk. In 50 minuten is Zilverdam op voorgrond gekomen door het doelpunt van Paul Volkers. Ik zie alleen maar... van het veld. Ja. Het andere doel is een gok. Dan hebben ze pech. Misschien is er gescoord in de 32e minuut. Samen met een eregalerij van vrijwilligers trekken ze de lijnen, hijsen ze de clubvlag en houden ze de stand bij. Maar niet zonder de nodige discussie. Als je zo'n laatste man hebt, heb je toch altijd een laatste man. Dat zegt hij niet. We hebben het over de D3. Ja, maar we hebben het wel over de opleiding. 10-2 verloren, laatste wedstrijd. Het was de laatste wedstrijdbespreking, veel ruzie. Het lijkt me wel een bende. Ja, maar dat is zo. Maar daar moeten ze toch op aangesproken worden? Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar wie doet dat? Ja, maar de trainer doet. Maar die doet het niet. It must be love. Je kan niet door het middenbalverlies hebben. Dat is dodelijk. Dat zijn de zekerheden die we in moeten bouwen. Redt hij de kerst? Ik hoop het wel. Hij is niet te eten. Afwacht, het is nu zeker. We hebben de beker. Wil je dat Peter en Figo ook bij jou op de club langskomen? Dat kan. Stuur een mail naar voetbalkantine@website-voetbal.nl en vertel waarom jouw club, die vrijwilliger, of dat ene team een bezoekje waard is. Vrijdagavond, ja, mevrouw die zegt heel vaak, laten we lekker de stad in gaan, doen we niet. Want we zijn voetballers. Vooral eerst zijn we voetballers. En allemaal, hè. S'morgens dan voel je die spanning weer. Hopla, dan heb je, dan ben je er klaar voor. De voetbalkantine, vanaf maandag 26 oktober, wekelijks, www.voetbal.nl.